Hobby Verhulst, vandaag een nederlaag in Leipzig. Welk gevoel overheerst bij jou? Zuur van de nederlaag. Zonde, had niet gehoeven. We hebben een aantal kansen gehad. En gevoel overheerst. Maar wel een goed gevoel van dat we goede tegenstander hebben gehad en ons hieraan hebben kunnen meten. En ik denk dat dat wel positief is. Ja, je moest een paar keer flink aan de bak, vooral eventjes kort na rust. Ja. Waar kwam dat door? Nou, kort na rust hadden we net begonnen heel fel naar rust. En er kwam even een kleine, ja, hoe noem je dat, een beetje een storm, zeg maar. Twee corners, weet je wel, twee vrije trappen, dat het dan even heel druk wordt voor de goal. Dus gelukkig kon ik daar toen een paar reddingen maken. En dat is dan kan ik even belangrijk zijn voor de ploeg, dus dat was wel lekker. Ja, vooral een knap redding bij die bal die op de lat gaat uiteindelijk. Hoe ging dat? Ja, was hem volgens mij een beetje een scrimmage. Ja. En hij valt af en hij schiet hem erop. Ja, en ik moest gewoon reageren. Hij ging via de lat en ik kon hem daarna, via mijn hoofd ging hij ernaast. Dus dat was, dat is gewoon een reactie. Dus dat was, was lekker. En is het dan extra balen als een paar minuten later die bal dan zo in de korte hoek vliegt? Ja, zeker. Ja, dat is gewoon balen. Dat moeten we beter verdedigen met z'n allen. En dan moeten we deze bal blokken en samenwerken met de verdediger Rick. En dan kunnen we dat beter regelen. Ja, uiteindelijk pakken jullie de initiatieven terug en dan lukt het net niet, hè? Nee, ik denk dat wij genoeg, twee, drie echt goede kansen hebben gehad. Heel veel mogelijkheden dat het net niet is. Ik denk dat we misschien nog wel een penalty hadden kunnen hebben, maar laten we daar maar niet over hebben. Maar ik denk dat we goede mogelijkheden hebben gecreëerd en ons wel goed hebben kunnen meten. En kunnen merken wat de Europese top is. Ja, je hebt eigenlijk deze voorbereiding alles gekiept. Hoe is dat voor jou tot nu toe gegaan? Ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk. Marco is natuurlijk nog op vakantie en die is bij het Nederlands elftal geweest. Nou, nu kan ik mooi laten zien, omdat ik wat minder potjes natuurlijk speel als tweede keeper. Dus kan ik nu mooi, dit is voor mij... erg leuk natuurlijk. Mooie tegenstanders. Leipzig, Anderlecht, Genk. En dat ik die mee kan pakken, kan ik me laten zien aan de trainer. Zodat als hij me nodig heeft, dat ik er sta. Ja, en over de er staan gesproken. We hebben nu drie zwaardere tegenstanders gehad. Hoe staat de ploeg er totaal voor? Ja, ik denk dat we er goed voor staan. Je weet natuurlijk dat we deze wedstrijd... is natuurlijk ook soms af en toe een beetje, je bent veel aan het wisselen natuurlijk, dus iedereen komt aan speeltijd genoeg. Dus ik denk dat we er goed voor staan. Ik denk dat we nu hebben kunnen zien dat de intensiteit is natuurlijk hoog tegen de Europese top. En ik denk dat we daar ons goed aan hebben kunnen meten en ik denk dat we goed hebben meegedaan. Alleen het is zonde dat je dan verliest en dat je niet een goal maakt en dat je niet de nul houdt. Dus dat moet natuurlijk, zijn er verbeterpunten. Alleen ik ben wel tevreden hoe het gaat in het team. Ja, tot slot, er zat nog een klein plukje AZ-supporters op de tribune. Was dat leuk? Ja, was super natuurlijk. Dat is alleen maar leuk als ze zelfs met zo'n wedstrijdje achterna komen reizen. Dus dat is alleen maar leuk. Ja, super, dankjewel. Alsjeblieft.